Hallo mensen, welkom terug in de Megablok-wereld. En vandaag ga ik een jack-o'-lantern maken. Dit is een pompoenhoofd. Pompoen die licht geeft. En ja, zoals gewoonlijk, ik heb een paar resources. Blokbouwstenen om het te bouwen. Dus laat ik gewoon maar direct gaan beginnen. Oké dan, hij is af en zoals ik vroeger ook altijd deed, ik heb niet alle kanten gemaakt. Dit heb ik gedaan omdat de tweede zijkant en de achterkant gewoon exact hetzelfde zijn als deze zijkant. Verder, ik heb weer een beetje mixed feelings. Want in mijn texture pack ziet het er heel vrolijk en lief uit. En als ik er nu zo naar kijk, is het meer eng. Ja, natuurlijk is dit wel een Halloween ding en met Halloween moet het er eng uitzien. Dus in dat opzicht is hij goed gelukt. Ik had alleen ook gehoopt dat de glowstone er wat beter uit zou zien. Want omdat de glowstone die randen heeft, gaat het niet goed in elkaar over en wordt het niet één vlak. Maar goed, hij geeft echt licht. Dat kan ik jullie wel even laten zien. Dat hoop ik. Ja, kijk, zie je? Hij geeft licht. Hij geeft minder licht op de vloer als een standaard jack-o'-lantern. Maar goed, in principe moet de vloer ook 16 keer zo groot zijn. Nee, laat maar, dat staat ergens op. Maar goed, mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.